Iets wat heel speciaal is, is dat er een hele lange traditie is van kerstgala's voor de examenklassen. En dat is echt groots. Dat is echt groots. Dus dat gaat niet op, dan gaan we niet op een dubbeltje kijken. En dat vinden we zo bij de school passend dat je belangrijke dingen ook met elkaar viert. Daar willen we wel iets neerzetten. En dat wordt dus dan bijvoorbeeld uit die oude bijdrage bekostigd. Het gaat ook over serieuzere zaken. Allerlei vormen van onderzoek die we doen of testen die we afnemen over hele jaarlagen heen. Is eigenlijk wel nodig om te weten wat we moeten weten over leerlingen. Maar dat kost ook het nodige. En dat vragen we dan dus ook voor een deel terug aan de ouders. Er is altijd overleg van tevoren met de ouderraad. Dat je in grote lijnen eigenlijk aangeeft van waar je het geld aan gaat besteden. Vaak gaat het dan ook over breder dan alleen maar de oude bijdrage. Want het gaat ook over bijvoorbeeld allerlei dingen die je organiseert die nog extra betaald moeten worden door ouders. En waarvan je heel goed moet weten als school dat je uiteindelijk wel met leuke dingen bezig bent, maar je beschikt wel over iemand anders portemonnee. Dus dat is ook altijd een gesprek in de ouderraad van wat vinden jullie noodzakelijk, wat vinden jullie ook nog verantwoord dat we doen en welk bedrag dat we daarvoor vragen.